Hey, geen stijl. Ik ben Bibi en in een verre verleden hebben jullie massaal mijn billen omarmd. Dank jullie wel daarvoor. Vanavond ben ik bij de verkiezing van de FHM 500. Dus ik ben onwijs benieuwd wat de genomineerden allemaal voor billenvlees in de Kuip hebben. Deze kant op. Ik moet zeggen, ik vind dat er onwijs veel mannen aanwezig zijn vanavond. Ja, nog wel. Nog wel. Ja, ik hoop wel dat er meer komen, toch? Meer mannen? Nee, meer vrouwen natuurlijk. Meer vrouwen, ja, heel goed. Hey, wie is er voor jou nou echt de nummer 1? Ik denk dat een Katja Schuurman toch wel heel goed in de smaak valt dit jaar. Oeh, welk meisje. Is natuurlijk een beetje een vleeskeuring. Ja, eigenlijk wel. Maar voor mij is het mooiste meisje Moïse Trustful. Ja, ik denk Jutz Tieleman. Nee, ik kan echt niet kiezen, sorry. Nee, ik zie echt gewoon heel veel... Man. Nee, ik zie... niet, hè? Gabi, hij vindt Gabi wel leuk. Ja, dat zou voor mij wel een hoge zijn. Ja. DeLorean, jij wordt nummer 1! Ja, ik sta hier naast Chris, de big man. Klopt, ik heb nog een beetje friet in mijn mond, maar... ik heb nog niet gegeten, dus... Ja, nee, wil je een frietje? Ja, nou, aardig. Je hebt heel wat mooie meiden gescout natuurlijk. Ja, er zijn ergere banen op de wereld. Een bil of een borstenvrouw? Ja, ik heb allebei, maar ik heb het wel nodig, anders val ik of naar voren of naar achter. Pluspunten. Dus ik, ja, nee, maar ik moet het gewoon in evenwicht, moet ik blijven. Ja. Ja, ik denk dat je beter geen tieten kan hebben dan geen kont. Dus dan ben ik meer een billenmeid. Hey, weet je dat ik altijd nummer 1 heb gehad voor geen stijl? Echt? W-N-N-D, boom. Appeltje, eitje, pretentieus, nodeloos kwetsen, tendentieus, highly, highly, tegenwerking, foekie, foekie, bronbescherming. Hey, en als je nou een plekje moet uitreiken voor de nummer 500, de positief plekje, want het staat wel op de lijst. Wie wordt dat dan? Mijn moeder. Oh, ja, die jat jij van mij. Ik dacht ook, de lerares van mijn basisschool, van vroeger. Oh, Chris. Dat is ook lief, hè? Chris, ja. Daar heb jij je vroeger ordinair op lopen afvappen, hè? Hell yeah. Ben je nou eigenlijk meer een borstenman of een billenman? Vind ik wel altijd een moeilijke vraag, maar als ik echt moet kiezen, denk ik toch wel billen. Billen? Ja. Zeg even, wie is jouw nummer 1? Mijn nummer 1, ik denk Nicky Oppij. Wie is jou nou eigenlijk de nummer 1? Mijn eigen meisje natuurlijk. Ik zag haar staan aan de zijkant. Knappe mij toch? Ja, daar ben ik heel blij mee. En als je nou gaat kijken naar de FHM voor de mannen, 500 mooiste mannen. Wie is dan de nummer 1? Jan Kooijman? Ja, zij is heel snel. Heel snel. Wie is de nummer 1? Wie is de nummer 1? Nu. Zeg even! Nog steeds! Al jarenlang! Moet het niet uit Nederland zijn? Maakt niet uit. Hij is van mij altijd nummer 1. Ja, ik glijd nu al van mijn stoel af. Ik glimmer nu al van mijn stoel af. Girl! Wat denk je van de FHM 500? Wat ik ervan denk? Ja, ik denk dat het een goed iets is. Mooie vrouwen, al zou denk ik voor mij wel de FHM miljoen kunnen zijn. Want er zijn natuurlijk een miljoen mooie vrouwen. Dus ja. Maar is het nou een beetje een Chris-lijst geworden ondertussen? Of is het echt heel eerlijk met alle stemmen? Nee, het is heel eerlijk met alle stemmen. Die gebruiken we als rode draad door de FHM 500. De ranking wordt gebaseerd op 3 pijlers. Dat is stemmen via social media, stemmen op FHM500.nl in de versus game en keuze van de redactie. En die 3 samen vormen de uiteindelijke ranking. En hoeveel procent is dan de redactie? 33%. Dus echt heel eerlijk. Ja. Ja, Shelly, vorig jaar was jij nummer 1. Kan alleen maar slecht gaan dit jaar. Kan alleen maar slecht. Zeggen ze, hè? Je kan misschien nog een keer winnen. Nee, ik weet het al. Ik moet hem uitreiken, dus ik weet ook dat ik hem niet aan mezelf En de winnaar is XL! Precies, dat wordt een beetje gek. Maar hoe was het jaar als de mooiste vrouw van Nederland? Nou ja, je weet dat er een jaar lang iedereen tegen je gaat zeggen, je bent de mooiste vrouw van Nederland. Je bent de mooiste. En dat is heel leuk, heel vlijend. Maar ook wel een beetje raar, hoor. Ja. Dus je bent eigenlijk ook wel weer blij dat je hem kan afgeven? Nou, nee. Ik bedoel, het is natuurlijk hartstikke leuk om te winnen, maar... Ja, ieder jaar winnen is een beetje heftig. En als je nou de lijst omkeert, de nummer 500? Ja, het zou wel leuk zijn als tenminste in de 500 staan. Dus ja, ik zou wel blij zijn met de 500, dus we gaan het zien. Oké, we moeten heel snel naar binnen, want het gaat beginnen. Hele mooie, lieve, leuke vrouw. Net voor jullie. We scoorden. Jessie Spuit. Jessie Spuit. Hoe voelt dat?
Ja, ik voel me vereerd gewoon. Dat ik denk van, er zijn zoveel mooie vrouwen in Nederland en dan ben ik gewoon verkozen. Dus dat, ja, ik vind het heel onwerkelijk eigenlijk, ja. En als je nou zelf moet kiezen, ben je dan meer een borstenvrouw of een billenvrouw? Een borsten of billenvrouw? Ik hou wel echt van borsten. Borsten? Ja. Gewoon mooie, stevige borsten. Zijn mijne goedgekeurd? Schat. Heerlijk. Hey, geen stijl. Dikke kus voor jullie. Mwah. Dit was het weer, de FHM 500. Het is nu tijd voor de afterparty, dus daar ga ik lekker naartoe. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!